We hebben nieuwe broeken binnen in een zandkleur, maar hij is er ook in een donkere jeanskleur. Heel mooi, een klein beetje een 70s modelletje, ja. Sjan, met die zakken zo erop, daar heb ik vroeger ook. Die zakken erop gestikt, op de achterkant ook. Ja, gewoon een heel fijn model, want er zit heel veel stretch in. En wat losser op de benen, zie je dat? Ja. Ik heb hier nog wat ruimte over en dan mooi die wide legs noemen ze wide dat. Legs. Wide legs. Een brede zoom zit erin. Ik heb een maat groter aan. Ik heb hem thuis ook in een spijkerbroek van de zomer hebben we hem ook gehad. Hè? Heb ik hem ook in een maat L gepakt. Ik denk voor iedereen die wat rondere heupen, hè, dan hadden echt wel wat vlees op de billen, zeg maar, op de bovenbenen. Hier waar ook wat meer vlees. Maar ook ronde billen, dat heb ik dus ook. Pak dan maar een maat, zou ik een maat groter pakken. Maar je hebt ook dames en die hebben juist spillebeentjes, of ja, in ieder geval hier echt een stuk dunner Small. Dan hier. Ja. Een plattere kont, rechtere heupen, maar wel een buikje. Dan kun je gewoon een maat pakken die je normaal hebt, weet ik zeker. Want bij die andere haak aan de buik, ik heb M net ook aangehad. Ja, ik ken daar handig in, maar het zit er zo gespannen in dat ik dat niet mooi vind. Nee, dat moet niet. En ik vind ook met een lichtere broek. Ja. Kijk, een spijkerbroek valt er misschien niet zo op. Ja, maar met een spijker is het eigenlijk ook wel, het zit ook lekker. En de broeken worden wel losser, hè? Het hoeft niet allemaal zo strak. Ik vind het 100 keer mooier zitten als die M bij mij. Ja. Maar goed, ik zeg al, heb jij juist wat dunnere benen en plattere billen en rechtere heupen, maar je hebt wel een buikje, dan kun je gewoon de maat pakken die je normaal hebt. Want dat zie ik hier in de winkel ook. Oké. Okay. Ja. Ik ben 1,72 meter. Dit is ongeveer een lengtemaat 32. Nou, ben je heel klein, dan kun je het altijd nog wel wat korter maken. Ik denk altijd, degenen die heel klein zijn en altijd tegen dat probleem aanlopen, die hebben of een naaister of die kunnen dat zelf. Langer maken, ja. In dit geval, er zit een flinke zoom in. Er zit een flinke zoom in. Ja, iemand die dan handig is en langer maken, kan dat misschien ook wel. Ze zijn in elk geval 59,95 en je kunt ze bestellen op onze website baboe.nl.